it now. Do you understand?
Stairs meow. Puppy flower. Push-up grijze haar. Daar kom ik. Zie je? Je moet eten. Hey, poepie. Ja. Hint? Ja. Je vest, hè?
Seite zurück. Okay. And those.
Hé, hey, buurman. Hey, volgens mij heb je de verkeerde sausijzenbroodjes voor me meegenomen. Je zou toch magnetron sausijzenbroodjes maken? Zijn het? Dit zijn oven sausijzenbroodjes, gewoon normale.
Echt waar? Ja, vergipsing. Oh, dan moest je weer terugbrengen. Ik weet zeker dat ik twee dozen... Ik ben ervan uitgegaan dat dat niet kon en heb er al twee van gegeten. Oh. Omdat het vers is, zeg maar, diepvries, zeg maar. Dat komt volgens mij niet terug, omdat het... Niet, omdat je niet kunt bewijzen dat je het al die tijd koel gehouden hebt. Ja, ze hadden een nieuwe verpakking genomen en ik had dus die twee dozen naast elkaar en ik weet echt waar? Ja. Nou. Ach, ja, vergissen is menselijk, dus zie je maar, je bent een mens. Ja, gelukkig maar. Oké. Bleef zitten. Ja? Ze bleef zitten. Ja. Lekker. Dat zie ik, maar je voelt nogal eens het lichaam gespannen gaan als van zeg maar klaar gaan zitten om weg te kunnen. Nou, ze zag dus, je keek ook naar het busje, dat was als ze aankomen. Ze zag niet je buurman anders met de krat aankomen. Dat schrok ze van, ja. Ja, ze is filmster vandaag. Buurman. Peter. Peter. Ze wordt gefilmd. Oh. Oké. Ja, die dierenarts was een beetje sneu afgelopen week. Hè? Die dierenarts was een beetje sneu afgelopen week. Wat dan? Hij vond dat ik haar kwelde, dat ik haar nog door liet leven. Nou, oh. Dus ik wil even laten tonen, zeg maar. Dat ze wel gewoon gelukkig is, ja. Ja. Ik kom natuurlijk alleen maar bij hem als ze die vochtproblemen heeft. Want dan krijgt ze weer tabletten mee en is vocht weg. En dan is alles weer prima natuurlijk. Ja, nou ja. Je merkt het wel hoor, als je een dier kwelt of een kat kwelt voor zijn laatste levensdagen. Als je die kat kent, dan zie je gewoon hoe ze zich gedraagt. En als ik haar zo zie, dan ziet ze er niet gekweld uit. Nee. Nee. Ze trekt een beetje gezicht van wat lullen ze allemaal over me. Zit ze weg op mijn rug om te kletsen, ja. Er kan nog meer bij. Er kan nog meer bij. Ik heb Jan weer. Dat is niet zo handig. Nog meer. Ik dacht wel naar het gebeuren hier. Nou ja, misschien, maar ach, je moet er wat voor over hebben.
zijn de C1000, wat is dat? Twekkelenveld. Zit daar niet één? Ja, ik weet ze niet zo goed uit elkaar te houden. Ik zou ook bijna nog denken dat hier de Casper ook een C1000 is. Maar... Nee, in Twekkel zit er niet eentje. Er zit een Albert Heijn, een Lidl, een ietsje verderop, een... Die bij Hermenstad, zeg, toch bij Hengelo, is toch, dat is toch een C1000? Ja, Groot-Dringen, Hengelo, daar is een ja, C1000. Ja, dat is... Maar zit ik even heel hard te denken. Volgens mij was dat een C1000. Die doet dus niet... Ja, moet haast wel. Ja, klopt. Ja, dat is de C1000. Het lullige van die C1000 is dat hij niet meedoet aan landelijke aanbiedingsacties. Dus dan kom je daar blij van, woe, aanbieding, en dan doen ze daar niet aan. Ze hebben hun eigen acties. Dus die C1000 heb je geflikkerd dan. Nee. Ja, dat wist ook niet waar het dichtstbijzijnde C1000 is. Ik moet even spieken, denk ik. Ja, eventjes op internet kijken. Ja, nee, denk ik. Want de echt dichtstbijzijnde is nu... Zo gaan. Ja, je bent lekker bij.
gezondheidsgevaarlijk.